Geld is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp als je het hebt over het implementeren van de kwaliteitsstandaard verpleeghuiszorg. Dat snap ik. Van de andere kant, dit kader stelt vast wat goede verpleeghuiszorg is. Andere gaan over geld, daar gaan wij niet over. Wel is op basis van dit kwaliteitskader de Nederlandse Zorgautoriteit aan de gang gegaan. Die hebben vastgesteld hoeveel geld er nodig is voor goede verpleeghuiszorg op grond van dit kader. En dat ligt nou bij de politiek. De politiek is nu aan zet om te bepalen hoeveel geld naar de sector toe moet. Er zijn goede voorbeelden van verpleeghuisorganisaties die erin slagen om goede zorg te leveren met het geld dat hun ter beschikking staat. Ik zou zeggen, kijk naar hun, leer van hun. Maar zelfs dan kan ik me voorstellen dat je er nog niet uitkomt, dat er gewoon te weinig geld is. Ben creatief en betrek anderen erbij bij het zoeken naar oplossingen die passen bij de context waarin jullie verpleeghuiszorg leveren.